geworden. Hé, hey, wat was dat dan, man? He, uit het niets, volgens mij, hebben wij nog nooit een probleem gehad. En uit het niets komen jullie en we krijgen een pak slag van heb ik jou daar. Komen jullie samen met Tony Atlas? Vervolgens keren jullie tegen Tony Atlas. Ik weet niet meer wat er gebeurt. Adam weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. En zijn nek doet pijn. En mijn nek doet pijn. Beter hebben jullie nu een hele, hele goede verklaring. Peter van wel. En die Green Man Leger, dat pik ik ook niet, ja? Au. Woesh. Laat het zo zijn dat er, nou ja, zo zegt gezegd, veel gebeurd is. Aan onze kant en jullie kant. En dat woorden zoals complot niet geheel onbekend zijn. Dat klopt. En dat bepaalde complot dingen die gebeuren uiteindelijk samenvoegen. Hmm. En dus tot uiting komen, tot uitspattingen komen, zo gezegd. Wacht even, dus als ik het goed begrijp voelen jullie ook belazerd en besodemieterd. De Pro Wrestling Show. Ik denk dat blazend en sodemieterd eigenlijk een beetje de meest zwak uitgedrukte woorden zijn die je kan gebruiken. Maar om het begrijpelijk te maken, ik denk dat je redelijk in de richting zit. Mm. Maar als we woorden zouden gebruiken zoals ik al zei, als complot, genaaid, backstabbing, samenspanning, noem het maar op. Uh-huh. Ik denk dat we dan meer in de richting komen van waar we uiteindelijk willen zitten. Oké. Dus volgens mij, als ik het goed begrijp, kunnen de Red Star Empire en de Sumerian Death Squad het eens worden dat wij allebei een gezamenlijke vijand hebben. Op dat punt wel, ja. Goed. Heren. Tot de volgende contracten. Ik snap het niet, maar ben minder boos.